Annemarie, je hebt eigenlijk tot het allerlaatste de medailles meegestreden. Ik denk dat je daar op zich tevreden mee mag zijn. Ja, ik ben echt heel erg tevreden. Ik denk na vorige week in Hoge Heide was ik 12, 13 en dan ging het gewoon echt niet lekker. Nu kon ik gewoon al van het begin van de wedstrijd gewoon meedoen en ik had gewoon goed in de wedstrijd. Alleen na één laatste ronde maak ik een fout en dan kreeg ik op het lint te rijden en dan is het gewoon te veel wind en te zwaar om dan zeg maar het gat dicht te rijden. Dat brak me een beetje. Ja, maar toch inderdaad, gezien de afgelopen weken is het denk ik mooi dat je in ieder geval kon meedoen voor die prijzen. Ja, zeker weten. Ik ben echt blij mee over het gevoel van de wedstrijd en ik ben echt heel blij dat ik zo heb kunnen rijden. En vijf plekken zou misschien, ik had liever een podium gehoord, maar ja, dat kan toch altijd vrees zijn, het vijf plekken. Maar heb je nog een jasje? Er was hier een hele bus met supporters. Heb je daar nog iets van gemerkt? Ja, zeker weten. Ik heb het wel gehoord langs het parcours. Dat is heel leuk. Ja. Dat is toch leuk, hè? Dat er een hele groep mensen voor jou speciaal komt. Ja, super leuk dat iedereen er was. En het is echt, ik hoor ze overal en natuurlijk, dat maakt het wel extra speciaal dat er gewoon mensen voor je komen naar een wedstrijd om te kijken. Ja, dat is heel leuk. De WK is de belangrijkste wedstrijd van het seizoen. Die is nu geweest. Wat hoop je nog van de rest van het seizoen? Nou, de superstrice komt er nog aan, die staat voor mijn tweede, dus die kan nog winnen. En de rest, ja, wordt gewoon een leuke maand nog, denk ik. Dankjewel.